De afgelopen maanden dook ik in de wereld van het mannelijk schoon. Ik onderzocht wat onzekerheid precies is en waarom mannen hier zo weinig over praten. Ook ging ik over mijn mentale en fysieke grenzen om dat droomlijf te bereiken. Oh my fucking god. Kom op, jankert. Hup. Fuck jou, we zijn jankert. Duwen. En in deze laatste aflevering ga ik aan de slag om nog één onzekerheid aan te pakken. Mijn kaaklijn. Bijna de helft van de mannen is onzeker over zijn lichaam. Ook ik ben onzeker en daarom train ik de afgelopen 2 maanden keihard om te streven naar mijn ideale zelfbeeld. Maar ben ik daar nou echt gelukkiger van geworden en heb ik mezelf meer kunnen accepteren? Als ik mezelf 100% zou willen accepteren om mezelf tot die 10 te krijgen, dan zou ik graag willen accepteren dat ik niet perfect ben. Ja, ik zou meer liefde voor mezelf dan moeten hebben, gewoon blij zijn met alles wat ik heb. Op dit moment krijg ik zo nu en dan complimenten. Ik moet ze wel leren aannemen. Deze laatste tijd geef ik wel andere mannen wel complimenten. Misschien zou ik mezelf meer accepteren als ik voor de spiegel sta. 1 keer per dag of zo, voor een minuut lang, dat ik mezelf complimenten eigenlijk geef. En dat ik gewoon even kijk van oké, maar wat is er wel goed? Want ik kijk heel snel naar negatieve dingen of dingen die slecht zijn. Voor de spiegel staan en trots zijn op wat je ziet. Dat is niet voor iedereen weggelegd en kan zelfs extreme vormen aannemen. Zo ook bij Daan. Hij had 6 jaar last van body dysmorphic disorder en daardoor een extreem vertekend zelfbeeld. 1 op de 100 mensen lijdt aan BDD. Body dysmorphic disorder, zeg ik het goed? Ja, ja. Wat is dat precies? Eigenlijk een vertekend lichaamsbeeld. Het is, volgens mij is het een obsessief-compulsieve stoornis. En dat ik daar continu ook gedrag aan het uitvoeren was. Dus ik was continu aan het checken of dat gezichtskenmerk zo lelijk was en of ik de enige was die dat dan had. Zeg maar, wat is dan het verschil tussen body dysmorphic disorder of gewoon heel onzeker zijn? Het dwangmatige en hoeveel je ermee bezig bent in je hoofd. Toen jij tijdens je body dysmorphic disorder in de spiegel keek, wat zag je dan? Dat lag er echt aan waar ik op dat moment op gefocust was. Dat zouden mijn rimpels waren dat bijvoorbeeld, oogleden of aansluiting van mijn kaak. Zo gedetailleerd, dacht ik echt dat dat vreselijk lelijk was en dat ik een soort van misvormd of zo was. Wow, die wallen. Kijk, voorheen zou ik hier dus over vallen, hè? Serieus? Ja, want als je iets dichterbij gaat, dan lijkt het alsof dit heel erg hangt. Als je hier iets dichterbij gaat in de hoek. Je vergroot dan dus ook dingen in je hoofd. Nou, ik zie hier een soort riftgebergte ontstaan. Ja. Dat is dus dan nog groter als je body dysmorphic disorder hebt. Samen hebben we de Himalaya trouwens. Ja, dat klopt. Maar dan is het gewoon vreselijk. Dan geef je er ook een betekenis aan alsof het ergste ooit is, het lelijkste ooit. En zo wordt het ook groter in je hoofd. Ja. Die dwanghandelingen die ik dus uitvoerde om bevestiging te zoeken dat er niks extreem mis met mij was. Dat kon ik op een vrije dag oprecht, ja, 10 uur lang uitvoeren, hè? Zonder grappen. Ja, zonder grappen. Op mijn kamer. 10 uur lang? Eerst selfies. Dan zocht ik weer een foto op. Dan zette ik de tv aan, ik noem maar wat. Keek een serie, dacht ik, hey, wacht. Ik kon niet eens normaal een serie Pauseerde kijken. Pauseerde je de serie? Nee, joh. Acteur opzoeken. En checken of hij net zo'n lelijk gezichtskenmerk heeft als dat van mij. Op een gegeven moment ga je wel denken van dit belemmert mijn functioneren dermate. Dus jij hebt uiteindelijk ook hulp gezocht? Ja, via de huisarts kwam je dan weer bij een uiteindelijk bij specialisten terecht. Maar toen ben ik dus in therapie gegaan daar en dan ging ik oefenen met, hey, wat merk ik allemaal op? Ben ik steeds bezig met wat mensen naar me kijken, bijvoorbeeld? Of kijk ik in elke spiegel? Of we gingen echt proberen een nieuw gedrag aan te leren. En nu? Kun je nu zeg maar, ja, kijk, dit is niet een normale spiegel. Ja, maar nee, ik ben er sowieso niet zoveel meer mee bezig. Maar ik merk wel dat het veel belangrijker voor mij is om aardig te zijn naar mezelf en naar mijn innerlijk dan naar mijn uiterlijk. Het boeit me allemaal niet zo heel erg veel meer. Maar ik ben wel aardiger in de zin van dat ik er niet meer mee zit en dat ik er niet meer op focus en dat ik niet meer denk dat het vreselijk is. In die zin ben ik ook daar wel aardiger in geworden naar mezelf, ja. Je kan zelfs in de lachspiegel kijken zonder dat je denkt, mijn god, het is wel heel uitvergroot. Ja, nee, dat doet me inderdaad niet zoveel. Ik vind het wel grappig eigenlijk.
Ik heb geen BDD, dat weet ik zeker, maar die onzekerheid is er nog wel. Daarom blijf ik streven naar dat perfecte lichaam en gezicht. En ik wil nog verder gaan om die nieuwe Stijn te verwezenlijken. Na veel researchen, naar YouTube-filmpjes te hebben gekeken, naar vrienden te hebben geappt waarvan ik weet dat ze fillers hebben, heb ik de knoop doorgehakt. Vandaag neem ik kaakfillers. Zo. Nou Stijn, ik ga je even laten zien wat de filler precies is. Het ziet er eigenlijk uit als een soort van desinfectiegel voor je handen. Alleen het is ietsje steviger. Wat zijn de complicaties? Als je gekke bleekrode vlekken ziet vanuit het gebied van behandeling die langzaam uitspreiden. Wondjes of blaasjes. Los daarvan kan er soms bij mensen in de aanleg in hun DNA... kan er een bepaalde volgorde zijn die jij hebt, waardoor je grotere kans hebt op afweerreacties tegen dit soort fillers. En dat is waar we toen die DNA. En daar hebben we twee weken geleden een test voor gedaan, ja. Om te kijken of hoe dat bij jou precies zit. Je mag alvast plaatsnemen op de stoel. Kun je laten zien wat voor resultaat jij graag zou willen? Gewoon een heel klein randje. Ja. Echt liever minder dan. Ja, precies. Veel, zeg maar. Liever te weinig dat je het nauwelijks ziet dan dat ik echt... Dat is zeker mogelijk. Kaak heb van hier tot ginder. Ja, dat zou ik wel willen. Als het kan. Als het kan. We gaan de DNA-test erbij pakken die uiteindelijk toch bepaalt wat er gaat gebeuren. Ja. Anders ga ik hem niet laten zetten hoor. Als ik straks echt grote kans heb op complicaties, dan mij niet bellen. Nee, maar dan raden wij het ook zeker af. Mag ik hem ook zelf openmaken? Je mag hem zelf openmaken. Nou, mensen. En dit is de bladzijde met de uitslag. En wat je hier ziet, is dat jij... Oh, ik schrok even, want er stond wel... Want het is rood. Ja, dus wat blijkt, jij hebt wel de genetische aanleg met grotere kansen op complicaties. Ga weg. Dus we raden de fillerbehandeling af. Omdat jij niet grotere kans hebt op complicaties. Serieus? Ja. Ik ben in shock. Ja, het komt... Ik dacht, ik krijg een nieuwe kaaklijn. En hoe groot is die kans op bij een positieve test, jouw test is positief, heb je 84% kans dat jij een reactie zou kunnen krijgen. Oh my god. Oké. Nou ja, gelukkig maar dat ik het weet. Ja. Toch? Zou je nog willen zien wat voor een... Ik heb het er echt gewoon warm van. Ja, laat maar zien. Ik ben heel benieuwd hoe ik anders was geëindigd. Nou, hoe blij ben je dat we de test van tevoren bij jou hebben afgenomen? Vriendin, je wil niet weten. Sorry, maar... Oh, die lip, nee. Ja. Ja. Maar dit is gewoon een soort aan één kant helemaal opgezwollen. Ja. Ja, dus... Wat is die? Zwellingen en roodheid, ja. Nou, dank. Heel graag gedaan. Ik ga echt niet meer slapen vanavond. Oh mijn god. Uiteindelijk ben ik maar wat blij dat ik die fillers niet heb gekregen, anders was ik nog verder van huis. Ik heb de afgelopen maanden veel geleerd. Over mezelf, maar ook over hoe anderen omgaan met hun onzekerheden. Ik spreek voor de laatste keer af met Saskia om te kijken hoe het nu zit met mijn mentale gesteldheid. Hey Stijn, tof. Hallo. Dat je er weer bent. Hoe zijn de afgelopen maanden voor je geweest? Het was heel intens. Ik heb heel veel gesport. Ik heb... mijn onzekerheden eruit gegooid. Ik heb fillers onderzocht. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Wat heeft de reis gedaan met je zelfbeeld, met je lichaamsbeeld? Ik zit wel lekker in mijn vel nu, maar dat vind ik dan ook weer stom. Wat is er stom aan dan? Nou, dat je dus 2 maanden lang intensief moet sporten, op je eten moet letten en dat ik dan pas iets meer tevreden ben over mijn lijf. Want ik zie nog steeds dingen waarvan ik denk, ja... Oké, dus je blijft kijken naar de stukken waarvan je denkt, Ja, en ik kan wel iets meer nu ook denken van, oh, dit is op zich wel goed of beter dan het was. Maar ik blijf ook wel soms nog gefocust op de dingen waarvan ik denk... Nou heb ik ook gehoord dat je een fotoshoot hebt gehad. Hoe was dat? Ik heb nog niks gezien. Ja, ik ging letterlijk helemaal uit de kleren. Dus, en dan ook nog met een videocamera en een fotocamera en dan allemaal mensen erbij. Dus dat vond ik... Dan voel je ook wel heel erg bekeken. Ik hoop dat het mooi is. Maar ik heb werkelijk geen idee en ik vind het ook fucking spannend. Zullen we ze eens bekijken? Ja, jij hebt ze, hè? Ik heb ze. Ja, ik word niet goed. Zullen we doen? Ja. Nee, dit is een soort van heel naar Sinterklaas cadeau is dit. Nee, ik word... Wat is dit? Oh mijn god. Ah, oh, wat intens. Huh? Wat zie jij daarop?
ik lijk heel zelfverzekerd of zo. Ik kijk heel erg van, ja, niemand kan me wat maken terwijl ik nog weet dat ik daar lag en dat ik dacht, mijn tietjes. Ga nu eens met de mindset erin. Dit is wat ik heel graag wilde. Hier zit in wat bovenaan mijn verlanglijstje stond. Ja, oké. En hem dan bekijken. Oh ja, positief. Oh, dit is hier samen. Nou, ik ben niet goed. Huh? Kijk, ik vind het qua verschil, het is wel, daarom is hij ook gemaakt. Maar het verschil is gewoon duidelijk zichtbaar tussen ons. Ja, en wat doet hij om dat lijf te krijgen en wat doe jij om dat lijf te krijgen? Kan je dat in perspectief plaatsen? Nou, nu wel. Na 2 maanden alleen maar rijst en kip eten en proteïneshakes drinken en heel veel sporten. En als je resultaat ziet, dan denk je pas, oh, hier ja, doe ik dat voor. Is belonend. Ja. Oh, nog 1. Nee, doe nog maar. Oh mijn god, wat? Geweldig. Maar ik, heel eerlijk, ik vind deze de mooiste van allemaal. En weet je wat de truc nu dan dus is? He, we hadden het net over als ik 's ochtends wakker word en denk, oh, ik zie die spieren en nou, fijn. Dan ga ik zelfverzekerd de dag in. Maar als ik wakker word en denk, dan niet. Als je nou wakker wordt en je denkt, niet, wil je dan alsjeblieft naar die foto kijken? En dat je dan ziet, dit ben ik. Om die zelfliefde te verspreiden, wordt het de hoogste tijd om het mannelijk schoon te eren. Dus, dik of dun, klein of groot, haar is naar voren of naar achteren en een monsterlul of niet, je bent goed zoals je bent. En die boodschap wil ik doorgeven. Daarom heb ik een aantal mooi mannen uitgenodigd voor een fotoshoot. Welkom, lieve allemaal. We zijn hier vandaag samen met Vee om gefotografeerd te worden. En dat doen we niet zomaar, want na onze shoot voelde ik me wel wat lekkerder in mijn lijf. En dat wil ik jullie ook allemaal gunnen. Puur om onze onzekerheden te overwinnen en jezelf te vieren gewoon zoals we zijn. Oké, nou, omkleden dan maar en shooten. Let's go. Zin in. Dit is insane. Ja. Dit is echt heel mooi. We hebben hem hoor. Ja. Oh, wauw, heftig. Ja, dit hier, hè. Mijn buik. Oh, je kijkt al meteen naar je buik. Ja, sorry. Ik kan het gewoon niet laten. Dat is gewoon iets dat kijk niet naar je lach, je pose, hoe mooi het is, je gezicht. Nou, ik denk als ik een soort van masker of filter op zou zetten en gewoon dit zou doen, dan ben ik er sowieso blij mee. Maar... Dus je zou het eigenlijk gewoon allemaal wegsnijden voor de foto. Tot hier. Stiekem, tot net boven je borsten. Ja. Echt waar? Je bent zo streng, zeg maar ook net tijdens het kijken naar de foto's zei je oprecht meteen, oh ja, dit zou ik meteen afsnijden. Ik heb het gevoel dat het soms gewoon echt in mijn hoofd zit en dat ik er zelf dan het allerslechtste eigenlijk van ga maken. Neem wat tijd in de spiegel. Kijk, als je in de douche komt, wat in het begin bij mij heeft geholpen is gewoon eerst kijken hoe je jezelf gewoon afdroogt en gewoon kijken hoe je lichaam echt beweegt met je mee. Mm-hmm. Wees wat meer kantjes als je bijvoorbeeld gaat winkelen en een t-shirt past, niet gelijk jezelf straf of zoiets, maar gewoon echt dat je zegt van oké, dit werkt even niet, maar mijn buik mag zijn, ik mag zijn. Jens is doing the most. Dit is zo cool. Ik had dit dus echt niet van mezelf verwacht, eerlijk gezegd. Nee, echt? Nee. En heb je dan dus nu ook dat je zelfverzekerder bent geworden van die foto's? En het is gewoon de reminder die je nodig hebt. Wanneer moet je jezelf anders affirmen, dat je gewoon ook fucking mooi eruit kan zien. Mm-hmm. Nice. Je hebt echt een goede blik. Heb je dan ook iets waar je onzeker over bent als je hier staat? Nou, gewoon mijn hele lijf. Het is dik en veel. Okay. Ik kan nooit te veel zijn. Nee. Hoor je dat? Ja hoor. Hallo. Hallo. Ja. Kom maar door. Niks aantrekkelijker dan zelfverzekerdheid. Ik vind het echt oprecht echt heel cool. Thanks. Echt een goede foto. Nou, Bappie, dit is echt gewoon je tweede natuur. Dit gaat echt zo gemakkelijk, maar hoe kun jij ons zeg maar leren om meer tevreden te zijn over onszelf. Bijna op het standpunt narcisme en gewoon ziek voor foto's van jezelf nemen. Ik heb maar 1 leven als we christelijk zijn met z'n allen en ik wil die wel goed benutten. En dat betekent ook gewoon de hele liefde voor mezelf en mezelf alleen. Ja, ja! Hebben we. Jay, je bent al jaren bezig met je lichaam optimaliseren, maar wanneer is het voor jou af? Ik denk, nooit. Hoe ik eruit zie is meer een resultaat van dat ik geniet van het trainen en het van
het pushen van mijn lichaam in plaats van dat ik per se train voor een lichaam. Ik ben heel benieuwd of jij mijn progressie gaat zien. Nou, laten we even zien dan. Nou! Ja! Die rug doet hem. Ja. Ik vind deze, ik kan oprecht hiervan zeggen, ik vind dit gewoon echt een mooie foto. Ja, we hebben allemaal een foto gehad. Nu gaan we met z'n allen gefotografeerd worden. Toch? Let's go. Hij staat erop, dus kom maar lekker kijken, want ik heb hem hier op mijn beeldscherm staan. Oh, wauw. Ja. Maar al bij al valt het eigenlijk wel mee met wat ik in gedachten had. Hoe knap. Ja. Nou, ik vind het fucking tof dat je gewoon echt volledig schuit hebt. Ik vind jouw pose heel mooi. Jij gaat een mooie curvy. Dankjewel. Ik kan eigenlijk beter dan ons. Kijk, ons twee hier. Fucking op boyband starten. Nou, dit was hem. Dank dat jullie er allemaal waren. Dank dat jullie ook shirt langs wilden gaan. Ik hoop dat jullie net zo blij zijn als ik. En applaus voor jezelf. En voor Fee. Ja, die Stijn 2.0. Om heel eerlijk te zijn is hij nog steeds onzeker. Voor zijn gevoel nog niet af en nog steeds niet goed genoeg. Want ergens blijft er een stemmetje in mijn hoofd zitten die zegt dat het stom is als ik geen sixpack, grotere biceps of een strakkere kaak heb. Maar na 2 maanden intensief sporten, mezelf over mijn grenzen duwen en merken dat perfectie helemaal niet bestaat, weet ik dat ik eerst moet groeien in zelfliefde. Ik hoef helemaal niet meer te streven naar een nieuwe versie van mezelf. Want weet je, misschien was die Stijn 1.0 helemaal zo gek nog niet.